Ja, dus bij hun werkt een hele andere strategie werkt gewoon voor zo. Uh, is... Ja, dus de, 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 ja, de anti-clickbait, zeg maar, de reverse clickbait, uh, ja. is juist wat in Japan gebruikelijk is. Welkom bij de Pixel Paranoia Podcast. Mijn naam is Rick en samen met mijn co-host Mikella gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En dit is alweer aflevering 75, aflevering 18 van seizoen 4, zou je het dan noemen. Um, het zou zomaar eens de laatste aflevering voor het einde van seizoen zijn. Ik dacht <laughs> <laughs> Cliffhanger. Zo van, we stoppen ermee. <laughs> nee, nee, nee nou dan gaan we ook dit, door naar de honderd. Het is net als uh, al die YouTubers, weet je wel. Van, I'm gonna quit. En dan gaat het over iets compleet anders of zo. Ja, precies. Ja. Met quit zo, drinking soda. <laughs> um, nee, check. Um, laten we beginnen met een site. We hebben twee uh, main dingen trouwens. Uh, de allereerste uh, main waar we het zo meteen over gaan hebben is... waarom zijn Japanse websites uh, anders dan Europese websites? Interessant. Toegankelijkheid. Ja. Uh, een recap van over toegankelijkheid. Maar we beginnen met een aside. Yes. Um, ik begin eerst met een positief iets, denk ik. Nou ja, het is deels negatief, vind ik. Want ik heb nog steeds niet de nieuwe UI in Figma. Ik weet niet waarom. Nou, ik weet nu wel een beetje waarom. Ik, ik, uh, ik had een beetje gekeken van hey, waar, uh, waar blijft nou uh, die updates? En ben ik nou de enige in de wereld die nog niet die nieuwe UI heeft? Maar Precies. dat blijkt mee te vallen. Ze doen dus daadwerkelijk een soort van AB-test. Uh, hoe ze dat bepaald hebben, weet ik niet. Ik weet niet op basis van wat. Of het nou echt gewoon random is. Of I don't know. Anyway, sommige mensen hebben een nieuwe UI. Nieuwe UI, zoals jij. Uh, mm. En ik niet. Maar ik heb wel even gekeken wat ze alvast uh, aan het fixen zijn. Uh, Ene uh, developer, designer. Ik weet eigenlijk niet wat zijn rol is. Uh, okay. Oh, product designer. Oké. Okay. Uh, is hij bezig met het UI van Figma? Uh, van en daar zitten wel geinige dingetjes in. Want wat mij al opviel toen er de lancering was van die nieuwe UI, is dat ze wat dingen soort van verborgen hadden. Of dat zit achter een extra klikje of achter een dingetje. En dacht ik van, hmm, 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 ik weet niet of ik daar heel blij van zou worden. Uh, en dat hebben ze naar geluisterd. En blijkbaar hebben ze die feedback toch alweer, uh, sommige dingen weer van aangepast. Uh, een paar dingetjes uh, clip content. Uh, als je wat dingen hebt die in een frame staan en die buiten de frame staan, dan wordt mm -hmm. dat weggeknipt gehaald. Uh, dat, dat vinkje staat standaard uit. Uit. En je moet hem aanzetten. Uh, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld uh, een shadow doet en die wil je laten zien, dan zeggen ze eigenlijk van je moet clip content aanzetten, zodat we weten van hey hier moet een shadow omheen bijvoorbeeld. Uh, de nou, overflow dat, hidden. Of nee, ja, over veel ja, clip. Ja. Clip ja. van Figma zeg maar. Ja. Ja. Um, uh, nou, die stond onder een drop down en daar hebben ze nu weer gewoon netjes een uh, vinkje van gemaakt. Hij staat nu netjes weer onder de layout properties, dus de width en height. En dan was onder, mij nog je... niet opgevallen. Toevallig heb ik hem nog gebruikt uh, oh. vandaag en toen stond hij op de plek waar ik hem zocht. Dus uh, die heb ik niet gemist. Ah, oké. Okay. Eén uh, ding wat mij opviel is, uh, en dat leek me juist heel vervelend, de uh, constraints. Uh, 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 wat je die, als jij niet auto-layout ge gebruikt, dan kun je nog steeds zeggen van hé, hey, ik moet altijd uh, aan de linkerbovenkant zitten of aan de rechteronderkant ja. of nou, whatever. Of ik moet stretchen whatever. Uh, dat hebben ze verborgen, of nou, ja, een beetje uh, verborgen in die nieuwe UI. Uh, en nu hebben ze weer een knopje gemaakt. En, en, en het komt nu weer wel weer ertussen. In plaats van een apart paneltje of zo. Wat ze eerst hadden verdacht. Uh, nu komt het er wel weer tussen te staan. Maar je moet nog wel één klikje extra doen dan dat het voorheen was. Oké. Okay. Um, niet niet uh, auto-layout gepositioneerde items. Dus. Ja, 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 klopt. klopt. Um, even kijken. Um, Iets met auto-layout en pixel-values. Uh, oh ja, normaal had je... In de oude layout... Uh, uh, hadden we alle getallen. Zeg maar breedtes, hoogtes, min-width, uh, min max-width. Allemaal dat soort dingen. Ze dus het allemaal bij elkaar, right? Mm. Um, dat hebben ze opgesplitst. Dus, dus de, de, de width en de height van iets... Dat staat in een apart stukje, segmentje. En de, uh, de max-width, max-height en dat soort dingen... Dat staat nu meer bij de auto-layout-properties. Uh, um, en dat was eerst ook weer even anders. Dat hebben ze nu weer gefixt, uh, dat dat weer zichtbaar was. I don't know. Uh... Oké. Okay. Nou, prima. En, um, um, uh, oh ja, er was ook een ander dingetje. Je, uh, je hebt heel veel uh, acties die je kunt doen op uh, een layer. Die stond altijd in de oude layout gecentreerd bovenaan. Uh, masking, uh, mm -hmm. of je uh, soortgelijke elementen wilde vinden... Uh, of je de dev mode aan wilde zetten. Ja. Uh, nou, al die acties die staan nu weer gegroepeerd. Uh, naast. naast. Uh, de naam van je frame. of je ding waar je in ah, zit. check. Want ik was inderdaad. die dev mode. Dat was, die stond nu onderin die balk. en was dan ja. het meest rechter icoontje. Klopt. Dat vond ik al telkens zoeken. waar ik dat ook nou kon vinden. Maar. Uh... Dus dat is. Uh... Dat is ook veranderd. Even kijken. Wat heel je... interessant is trouwens: ik heb de nieuwe layout van Figma wel op mijn ene laptop, niet op mijn andere laptop. Dus het is niet accountgebonden. Oh. Uh, ja, er was wel, trouwens een collega van ons die kwam met. Uh, dat, dat, er zijn wat hackjes te doen. Er is een van de plugins die je in een browser kunt installeren. waardoor je de nieuwe UI geforceerd krijgt. Ik heb even in GitHub gekeken hoe ze dat hebben opgelost. Ze hebben gewoon letterlijk. Zoeken ze in, in, in JavaScript-bestanden en hacken ze uh, UI-versie 2 in plaats van. Uh, of doen ze UI-versie 3 in plaats van 2 uh, erin? Uh, ja, en dan heb je de nieuwe layout. <laughs> maar dat moet wel ja, in de browser. browser. Ja, ja. Dus, uh, wat voor uh, changes waren ze verder nog? Ja, um... verder, verder nog wat, wat kleine dingetjes: uh, library information. Dus als je een library gekoppeld hebt. Uh, is dat nu wat beter in beeld gebracht. En uh, rules. Dat is nog steeds een, wel een dingetje natuurlijk. Want we hadden eerst een soort van raamwerkje om, om, mm -hmm. je, uh, om je artboards heen en zo. Met daar ook aan vast de, de rulers. Maar nu zweeft al die paneeltjes. Dus die rulers is een beetje een apart ding als je die aanzet, zeg maar. Want dat zit er nog wel een soort van in. Maar je, je, al je elementjes, al je, sorry, al je, je panels. Sidebars, die die, ja, die dames, gaan naar ja. binnen, zeg maar, toe, zodat je wel de rulers eromheen nog ziet. Nou, daar zijn ze nog een beetje mee aan het experimenteren, zo te zien. Check. Dus, het zijn allemaal dingen die mij nog niet, ondanks dat ik al wel de hele week, twee weken gefigmaat heb, nog niet zijn opgevallen. Oké, okay. maar uh, misschien. Ik, uh, is dit ook weer. AB-testen ze ook dit weer? Dus dat je, nou, ik weet het niet. Zou kunnen. Anyway, en, uh, wat ik wel interessant vond dus, is dat ze dus niet zomaar uh, klakloos live gaan met een hele zooi. Ze testen wel dat daadwerkelijk bij een aantal mensen en kijken ze. Hoe snel mensen denk ik op dingen klikken of ze zoeken of maar ik, ik weet niet. Ik weet niet. Ik ben wel benieuwd hoe ze dit meten. Nou, interessant. Ja, de rulers vliegen inderdaad of de rulers zitten zo te zien uh, vast aan je browser of uh, ja gewoon aan je. je, je window, je, je zeg window zeg maar. zeg maar. Inderdaad en je sidebar die staat daar dus nu rechts van in plaats van dat de ruler rechts van je sidebar ja, stond. Ja. Maar ja, dat weet weer niet. Gewoon gewenning dat je altijd daar het meest linker ding ja. kijkt of zo. Ja. Dus dat was mij nog niet opgevallen. Check. Oké, okay, maar uh, continuous development dus nog steeds ja. voor features in Figma. En uh, qua wanneer we wel allemaal overgaan op de nieuwe UI... daar wil hij niks over zeggen, uh, zag ik al. Soon, maar oh, geen datum. Soon, Soon. oké. Okay. Ik had een uh, hele kleine site, namelijk een update in Chrome. Chrome 124. Uh, waarbij zij voor toegankelijkheid, omdat we het toch over toegankelijkheid hebben. Mm. Uh, scrollers, op het moment dat jij een div hebt of whatever je hebt, en je kunt daarin scrollen, dus dat ding heeft een, een overflow omdat er te veel tekst in zit, of hij, ja. heeft, hij heeft een height constraint of een width constraint, dus je kunt daar binnen scrollen. Uh, dan kun je die, is die niet standaard, is die uh, focusable met je toetsenbord. Dus als jij een. Uh, Jij hebt een uh, vlak met tekst. En die, die zegt: dit, Hé, hey, dit vlakje mag maximaal 200 pixels hoog zijn. Dus je kunt daar vervolgens binnen scrollen. Uh, en je tapt met je toetsenbord door de website heen. Dat is hartstikke leuk. Maar je kunt met je toetsenbord niet in die div komen. Nee. om vervolgens te scrollen. Uh, ja. Mocht je geen muis hebben. Uh, de manier om dat op te lossen was eigenlijk om altijd als iets. Uh, eigenlijk als je ergens een overflow hidden. of overflow clip. Hidden in dit geval op zou zetten, dan moet je eigenlijk ook een tab-index min 1 erop zetten, zodat het element tabbel wordt, zodat je ja. erin kunt scrollen. Ja. Um, vanaf Chrome 124 hoeft dat niet meer. Um, hm. alle, focus of alle scrollers zijn uh, bij default nu uh, focusable. En, en wordt dan het, 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 het uh, de div, zeg maar, die overflow, ja. wordt die focusable of daadwerkelijk ja. de. Het scrollbal. Nee, nee, nee. De, de, de gewoon de box, zeg maar. De waar, box, uh, de box waar, waar, waar de scroller in zit, zodat je dan, nou, je kunt er dus. Stel je, tappen, dan kun je met je, je, heen, met, met, je, je met je pijltjes. pijltjes kun je ja, okay. kun je op en neer en dan uh, kun je uh, scrollen. Voorheen was het zo dat, die, uh, dat dat alleen het geval was. De scroller werd alleen focusable op het moment dat hij focusable children had. Dus stel jij zou een. Uh, een, een uitklapmenu'tje en die mag maximaal 400 pixels hoog zijn. Dus je kunt in dat menu'tje kun je scrollen. En er zitten nog meer items onder. In dat geval zou de, um, het menu'tje wel focusable zijn, omdat hij mm. focusable children had. Alleen als die geen focusable children had, was de scroller niet focusable. En nu dus wel. Check. Nou, Check. Kleine nice. verbeteringen. Um, andere browsers weet ik zo niet. Staat er, niet uh, nee. staat er verder niet bij. Okay. Maar die zullen vast, uh, zullen vast volgen. Um, nice. Twee okay. sites en dan een main. Uh, laten we beginnen met mijn main. Uh, en daarna overgaan naar de toegankelijkheid. Ik uh, heb een artikel van Mirjam Bis-Bispiegler. Ik heb geen idee. Spreek het maar eens uit. Um, die hm. heeft een artikel geschreven over waarom Japanse websites... en eigenlijk Aziatische websites... nou zo totaal anders zijn dan Europese websites... Nou, ik denk niet dat wij uh, heel vaak op specifieke Japanse of Chinese websites komen, maar vast wel als op een AliExpress of een Temu of al die andere Chinese webshops. En dan ja. worden je helemaal doodgegooid met, met, met knipperende banners en heel veel tekst en uh, enorme... Ze zijn vrij druk, ja. Drukke websites, veel verschillende fonds, veel lettertypes en allemaal van dat soort dingen. Um, dus zij is dus onderzoek gaan doen waarom dat nou zo is. Um, die Aziatische websites, die hebben dus, nou, wat ik net zei, uh, heel veel tekst. Uh, heel veel felle kleuren, heel veel verschillende fonts. Uh, heel praktisch zoveel mogelijk data tonen in één keer. Yeah. En dat heeft een aantal verschillende redenen. Um, ze hebben namelijk, het begint met lettertypes. Lettertypes is, is eigenlijk punt één. Een lettertype voor een Latin font... Uh, een westersfond, heeft ongeveer 230 karakters. Uh, 840 als je helemaal losgaat met alle, alle Latin characters. Yeah. Een font heeft tussen de 7.000 en 16.000 karakters. <laughs> ja, yeah, 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 oké. Okay. Dus er zijn weinig mensen die zeg maar, in hun vrije <laughs> tijd denken... laat eens ik een leuk lettertype gaan verzinnen... een lettertype verzinnen gaan maken. <laughs> ...voor Japanse karakters. Want dan moet je namelijk heel veel karakters gaan maken. Ik weet nog iemand die een handgeschreven lettertype wilde maken. Ja, <laughs> precies. In het Japans. In het Japans. Dus oh. dan, die, ja, die, dan gaat het over gigabyte. Heen. Maar ja, goed, dus dat, ja. is, e dat is eentje. Uh, ze hebben niet zoveel lettertypekeuzes. Nee. Daarnaast uh, bestaat er geen bold uh, in, uh, in, in het Japans. Dus ze hebben niet een manier om structuur uh, aan te brengen. Tussen, uh, ja, okay. tussen het onderscheid aan te brengen. Daarna uh, heb je ook nog capitalization. Uh, hoofdletters, yeah. die zijn er ook niet. Dus je kunt ook niet oh. met hoofdletters... dingen onderscheidend maken, zeg maar. Interessant. Uh, precies, wist ik ook niet. Dus, dus het is heel moeilijk om een hiërarchie te creëren... als je maar, maar weinig... Hoe doen zij het? iets met... We, we, hebben, we hebben in HTML... Uh, H1 tot en met H6, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, hebben zij dan iets als headings? Zij gebruiken dan wel, denk ik... een H1 tot en met H6. Maar dat is dan niet per se... Die is groter. Groter, die is, that's it. Niet dikker, niet anders. Nee, ja, okay. andere kleur. Maar, uh, dus, 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 Als je de voorbeelden bekijkt, dan zijn het inderdaad, uh, uh, ja, de, de, de lettertypes zijn groter of hebben een andere kleur, maar ze zijn, ja, je hebt geen capitalization, je, nee. je hebt geen hoofdletters. Dus dat is lastig. Um, omdat ze dus niet, ja, ze hebben, ze hebben niet heel veel lettertypes om uit te kiezen, uh, moeten ze dus heel veel doen met plaatjes. Dus uh, als je op heel veel Japanse websites kijkt, dan zie je heel veel plaatjes uh, waarin ze dus nou, soms wel westerse uh, lettertypes gebruiken om dan maar tekst zeg maar, in, te, in te zetten uh, ja, ja, ja. en dingen ja, anders te, te stylen. Dus alles wordt ge gestyled in, in, met plaatjes, nou, die zijn dus ook onscherp vaak. Uh, en heel veel, ja, eigenlijk alle categorieën van webshops en dat soort dingen hebben. Dus allemaal een eigen plaatje met een eigen kleurtje, en eigen font... Omdat om, dat, om ja, in een designprogramma daar maar iets zinnigs voor te maken. Ja, ja. Uh, omdat dat op het web niet, uh, niet mogelijk is. Het tweede ding is een beetje technical depth-achtig. Japan loopt gewoon heel technisch ver achter. Uh, ze hebben recent uh, de floppy disk afgeschaft. <laughs> ja. Um, en uh, dus ja. Technisch, op technisch gebied uh, ja, gaat de maatschappij daar. Op web development gebied niet zo hard. En het laatste punt was cultuur. Um, schijnbaar willen Japanners en Aziati, uh, Aziatische landen. die willen heel graag well-informed decisions maken. Dus die willen alles van tevoren weten. Die double-checken alles. Die, die gaan niet onbezonde keuzes maken. Um, dus alles moet direct duidelijk zijn. Dus ze heeft ook een voorbeeld van hoe thumbnails van Europese YouTube-video's. en Japanse video's eruit zien. Mm -hmm. De Europese, of Westerse, die zien er allemaal heel clickbaity uit, zeg maar. Waarvan je ja. Ja, niet weet wat je gaat verwachten, zeg maar. Ja, dat is een hele ja, ja. grap. <laughs> en, terwijl de Japanse juist helemaal volgeprakt zijn met alle informatie in de video. Zodat je precies weet wat je in die video kan verwachten. Uh, en ja, dus is, bij hun werkt een hele andere strategie, werkt gewoon voor zo. Uh, ja, hangen. dus de, 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 ja, de anti-clickbait, zeg maar. De reverse clickbait uh, ja. is juist wat in Japan gebruikelijk is. Um, ze willen zoveel mogelijk informatie uh, zien. Uh, ja, ze zijn huiverig om snelle beslissingen te maken. Uh, ze zijn bang om fouten te maken en ze willen alles dubbel checken. Vandaar dat ook ja, op websites, uh, er staat heel veel tekst. Alles staat mega goed of heel vaak of dubbel uitgelegd. Uh, thumbnails en categorieën van websites hebben allemaal superveel tekst om duidelijk aan te geven nou, eigenlijk wat er gaat gebeuren als je erop klikt. Of waar je uitkomt yeah. als je erop klikt. Uh, om maar te zorgen dat. Uh, ja, dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken om ergens op te klikken. Dus um, dat vond ik wel interessant hoe dat. Ja, uh, zeker geinig. ik zit dus nu even op een van die voorbeelden die ze dan geven. Uh, Rakuten is dit uh, volgens mij. Wow, holy moly, hier zou ik helemaal gek van worden als je dit in, als wij dit hadden zeg maar. Het zijn overal. Het is een soort uh, je, je, je hebt die, ik ben even die, die naam van die drukke straat in, uh, in Tokio kwijt, met allemaal ja. reclameborden, weet je wel? Nou, dat is hoe die website er ook uitziet. Je wordt helemaal gek. Ja, ja nee, dat. Alles. Uh, ik zit ook even een beetje te kijken, maar inderdaad alles zijn plaatjes en oh man, dit hebben ze filtermechanismen en ik denk dat ze een andere of een soort tap uh, navigatie hebben ze gemaakt. Uh, ook die, die kopjes daarvan, allemaal plaatjes. Ja. ja alles is, uh, alles is oh, plaatjes. Je, je moet hier... Uh, ik ben wel benieuwd uh, wat de page speed score van zo'n website is. Oei, oh, oei, nou, wat, wat ik trouwens ook nog wilde zeggen, is, is uh, in, in het designwereld, even in het algemeen, wordt er veel gekeken hè, naar de Aziatische wereld, ook wel Japanse invloeden, want die hebben natuurlijk altijd een beetje een alles is heel rustig en heel zen en weet je wel een heel uh, uh, spacing en ik heb als vro vroeger ook wel eens ik dacht van ah ik wil eens wel eens een, een soort een ander design uh, wil ik gaan inzetten laat ik eens ja. naar wat aziatische websites kijken maar daar krijg je gewoon nee dat is ja. gewoon geen inspiratie uit te halen uit die website. het is gewoon echt alsof je of wij twintig jaar terug in de tijd gaan Weet uh, ja, beetje, beetje hoe dus dat was zo'n worst website, zeg maar. want je, vroeger dat iedereen... dat iemand in, in, in 1999 zelf zo'n website had gemaakt... met al knipperende banners ja. en shit. Dat is een beetje hoe het er gewoon uitziet. Gewoon alles is een plaatje. Is gewoon, maar uh... wat, wat wel, wat wel geinig is dus... wat, wat, wat wij weer doen in het, in het Westen... is uh, wat, wat tegenwoordig bijvoorbeeld heel hip is... is met al die, uh, die start-up sites... die gebruiken de zogenaamde Bento-layout. En Bento is zeg maar een Japans bakje met allerlei kleine gerechtjes en, 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 en hapjes. En ja. dat zit heel mooi gestructureerd in. En dat is wat wij nu heel fancy vinden. Want, oh, dat is een hele coole layout. Alle statistieken. Apple gebruikt het in hun keynotes. Ja, ja. ja, precies. Uh, ja, een beetje zo'n masonry-achtige layout. Ja, ja. Uh, exact dat, ja. Met, en en ja, dat is wel geinig. Dat, dat maken wij dan weer in onze designs. Dat ziet allemaal heel clean en super strak uit. En dan kijk je naar hun website en ja, dat is gewoon totaal niet dat, zeg maar. Ik vind het echt heel geinig. Ah, interesting. Ja. ja. Dus, uh, ik zal de link in de description zetten, dan kun je eens kijken naar. Uh... Ik ben wel benieuwd. Hè. Stel, stel je wil emigreren naar Japan, en ik uh, wil daar als, als, als webdesigner aan de, aan de bak gaan. zeg maar. Ik heb <laughs> dan ik, krijg je ik, ik de heb... opdracht om zo'n kutsite te maken. Ja, ik heb twee oud-collega's. Uh, oud, oud uh, eentje die uh, woont inmiddels, ik denk al wel tien jaar in Japan, die is verhuisd van hier. Die werkt voor een IT-bedrijf uh, in Japan. Dus. Uh... Ik kan hem eens vragen hoe zijn ja, ervaring hoe, hoe. is met Japanse websites. Uh, ja, inderdaad. Ja, geen. Um, Oké. Okay. Andere main, toegankelijkheid. Dat is uh, ja. een beetje een 180 van uh, Japanse websites... die niet echt toegankelijk zijn. Althans, ja. Misschien als ze bij alle plaatjes al teksten toevoegen... en je dus wel weet waar je op gaat klikken. Yep. Um, jij uh, wilde... Ja, ik wilde daar wat over vertellen. Toegankelijkheid doen. Ja, want we, volgens mij hebben we helemaal in het begin van de podcast... Hebben we wel eens wat over toegankelijkheid geroepen. Uh, we hebben ook eens een keer eens een update gegeven, hè, rondom uh, week 2.2, natuurlijk, die, uh, die uitkwam. Dus daar hebben we iedereen wel van in de uh, geüpdate uh, gehouden. Uh, maar goed, uh, ik merk wel zelf aan mezelf, als ik af en toe wat mensen praat, is eigenlijk soms helemaal geen idee hebben wat het nou allemaal precies inhoudt. En, en Waar, welke websites moeten nou wel voldoen aan toegankelijkheid... en welke niet? En wat voor wetgeving is er nou? En hoe zit dat nou in elkaar? Dus ik, ik wil niet per se helemaal diep ingaan op alle WCAG-rules... want dat zijn er nogal wat. Maar meer een beetje van... hé, hey, uh, ik moet wat voor een klant doen... en die zit misschien in een bepaalde branche. Misschien is er straks overheid. En nou, waar moet dat eigenlijk aan voldoen? Uh, en waar moet ik aan op letten? Dus nou, daar wou ik een beetje op inzoomen. Nou... Hey, dat is goed, uh, uh, laten we eerst beginnen uh, toegankelijkheid. Waar, waar hebben we het dan over? In het heel algemeen is dat we gewoon software toegankelijk willen maken voor iedereen. Dus ook als je een, een beperking hebt. Uh, dus maakt niet uit wat voor beperking je hebt, maar jij zou eigenlijk je website of een stukje software of een app gewoon moeten kunnen bedienen uh, met Op eventueel. Welke manier dan ook. Ja, welke manier dan ook. Misschien heb je daar tools voor. Een, een voice-over die, die dingen voorleest. Of heb jij een, een braille-machine die, die waar je dingen mee in kan tikken. Nou, er zijn allerlei verschillende tools. En die moeten overweg kunnen met, uh, met alle websites die wij creëren. Um, ja, en dan om, om gelijk dan een, een misconceptie uit de weg te ruimen. Um, vaak is de aanname toegankelijkheid mensen met een beperking. Ja, uh, Denk aan een Stephen Hawking, uh, <laughs> iemand ja. anders in een rolstoel die, uh, nou, bij wijze van zijn handen niet kan gebruiken. Dat is niet het geval. Uh, onder een beperking, je hebt ja, drie gradaties: beperking. Je hebt een, 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 een aangeboren beperking. Je hebt een tijdelijke beperking. Je hebt een situatiegebonden beperking. Ja, een aangeboren beperking, dat zegt het al. Een uh, tijdelijke beperking kan zijn als jij uh, je arm breekt. Dus jij kunt je muis niet bedienen gedurende een bepaalde periode. En dan wil je, het is het toch fijn als je dan uh, dat formulier kunt invullen... door even op je taptoets te drukken door naar het volgende veld te gaan. Zeker. En dan is het fijn als je kunt zien welk veld je dan gaat invullen. Um, en dat je die video even kunt pauzeren door op spatie te drukken. Ja. Uh, omdat je je muis niet hebt of je muis niet kunt gebruiken. Of je hebt uh, een kind op je arm, dus je kunt iets niet doen. Ik noem maar wat. Uh, dat is trouwens een situatiegebonden uh, uh, beperking. Ja. Op het moment dat je dus nou, uh, je zit in de trein en je hebt slecht internet, dat zou wel fijn zijn als je niet die, die uh, 4K-video voorgeschoteld krijgt. Uh, het contrast, uh, je staat in de zon, de, de zon schijnt op je scherm. Dat is wel fijn dat het contrast voldoende is en je ook fatsoenlijk kunt lezen wat er in beeld staat, ondanks dat, ja. uh, dat er een beetje reflectie in beeld is. Dat zijn situatiegebonden beperkingen. Dus eigenlijk is het uh, toegankelijkheid: als je helemaal plat slaan is het eigenlijk gewoon... Um, voor iedereen. Is toch? het voor iedereen. Dat is één. Ja. En, en is het... Uh, in de basis gewoon goed coderen. Daarmee ja. vang je eigenlijk al... een groot deel af. Maar daar gaan we het zo... in detail ja. over hebben. Ja. Ja, zeker. Dus... Um, en, en... nou... Uh, als we dan... software, websites... dingen willen bouwen... apps... Uh, dan zijn er bepaalde guidelines... En uh, de organisatie die ook onder andere uh, HTML heeft, uh, allerlei guidelines hebben geschreven voor CSS uh, enzovoort. Daar is ook een organisatie die heet uh, WCAG. Of nee, de guidelines zijn er ook. Die heet WCAG. Uh, uh, en daarin staat beschreven eigenlijk in een stuk of 50 uh, uh, guidelines waarin de website aan zou moeten voldoen, wil jij toegankelijk zijn. Um, en dat, hebt, dat is in drie niveaus. Uh, dat is namelijk A, dubbel A AA en AAA. A. En die niveaus geven eigenlijk aan in hoeverre wil jij gaan om het toegankelijk te maken, zeg maar. Um, en um, die, die guidelines die zijn eigenlijk uh, gemaakt op een viertal gebieden of categorieën, ja, geeft het uh, een, een naam. Ja. Um, in eerste instantie uh, waarneembaar, het moet bedienbaar zijn, het moet begrijpelijk zijn en het moet robuust zijn. Dus dat, dat, dat zijn zeg maar hoe ze die guidelines hebben opgesteld. En nou, we gaan niet in detail in al die guidelines, maar dat is wel belangrijk om te weten dat er guidelines voor zijn. Dus als jij straks aan de slag gaat en gaat een website bouwen, uh, dan zou je die guidelines erbij kunnen pakken. En um, die aan het meenemen in alles wat je, wat je creëert. Nou, wat we net al uh, uh, aangaven, waarom is dit belangrijk? Uh, die, die groep uh, met permanente beperkingen is ook al best wel groot. Uh, uh, dat zijn één op de vier Nederlanders. Dus dat is echt best wel veel. Uh, en dan dat, dat moet je dus denken aan mensen die bijvoorbeeld ook slechtziend zijn, die bijvoorbeeld een bril nodig hebben, of uh, mensen met ADHD, of uh, nou, noem het maar op. En, inderdaad, ja, iedereen is, zit uh... een beetje aan de. iedereen die in een rolstoel of blind is of doof is, dat zijn natuurlijk. die zijn er, daar niet van. En het zijn best wel extremen ook. Maar die groep is best wel groot, dus. Ja, klopt. Ja, dit, ja, wat je zegt. Uh, je kunt uh, doof zijn, blind zijn. Kleurenblind zijn. Ook niet heel ja, gek. Ook een, uh, uh, goeie. Ook, uh, een groot percentage. Um, Lageletterd. Uh, nou ja, noem dat, het maar op. Dat zijn de, 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 de groep is best wel groot. Ja, ja. dus uh, ja, het is ook wel echt van belang dat, dat, dat we hiermee bezig zijn. Uh, uh, nou, is er een, een, een groep. Uh, aan, aan websites die hier uh, wettelijk ook aan moet voldoen. Uh, nou zou je eigenlijk kunnen zeggen: van eigenlijk zou het mooi zijn als iedereen hier gewoon standaard mee bezig is. Uh, ik denk dat een heel goed uitgangspunt Maar er is ook wettelijk wat dingen opgeschreven waar uh, bepaalde websites aan moeten voldoen. Nou, de overheid is al sinds 2018 moeten die eigenlijk al verplicht zijn. Dus alles wat de overheid creëert aan websites, apps, intranetten. Mobiele hybride apps moeten eigenlijk voldoen aan de wekach 2.1AA. Um, en um, ja, wat als ze daar nou niet aan voldoen, ja, dan uh, is er niet iets als een boete voor de overheid. Want het is een beetje uh, ja. broekzak-vestzak, dus dat zou een beetje onzin zijn. Maar je wordt wel een beetje aan de Schampaal gehangen, denk ik. Ja, ze hebben, ze, ja er is inderdaad een. een, een nou, dit is het een comité, wil ik niet zeggen. Maar er is uh, uh, een dashboard gemaakt, het de Dashboard. Daarop alle websites van de overheid staan. Uh, ik weet niet of het vanuit de overheid gemaakt is, of dat het ontstaan is vanuit mensen die dus onvrede hadden over omdat, ze niks, omdat er geen inzicht was. Maar goed, er is nu een dashboard uh, waarop alle websites van de overheid. Uh, staan, waarop je dus kunt zien um, nou ja, welke websites wel voldoen, welke websites niet voldoen, welke websites nog niet gecontroleerd zijn. Um, en welke websites ja, falen en waarom die dan uh, falen. En er staan ook tijd. staan ook deadlines of timelines bij waarin ze verwachten bepaalde punten wel, uh, wel op te lossen. Ja, ja klopt. Dus, dus die, hele, die hele set aan, aan overheidswebsites, die moet eraan uh, aan voldoen. Uh, maar hoe zit het dan met de rest? Nou uh, toevallig is er in 2022 in de Europese Unie is er een, een nieuwe richtlijn in het leven geroepen. Dit hebben we ook al een keer behandeld in, in de podcast. Namelijk de European Accessibility Act. Um, en eigenlijk in die richtlijnen staat een, een bredere set aan uh, instanties, bedrijven... die hier ook aan uh, zouden moeten voldoen. Uh, en waarom hebben ze dat gedaan? Nou... Uh, Tegenwoordig in de maatschappij gebruiken wij heel veel digitale dienst. Natuurlijk om ons leven uh, gewoon uh, te doen. Uh, denk aan uh, kaartjes kopen, ticketing. Uh, we willen het openbaar vervoer gebruiken. We willen uh, gebruik maken van social media, Bank, uh, banken, apps, verzekeraars. Ja. Uh, noem het maar op. Spotify, je Netflix, ja. uh, je telefoonabonnement. Uh, eigenlijk alles om je dagelijkse leven te kunnen runnen. Ja. Dus dat is best wel belangrijk en, en eigenlijk is het een heel goed streven dus om daarvan ook te zeggen van hey, die moeten gewoon toegankelijk zijn, uh, want daar leunen we als maatschappij op. Dus uh, die hebben een, 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 een stel guidelines daarvoor opgesteld en eigenlijk volgt die wel een beetje diezelfde guidelines als dat de overheid al aan moet voldoen. Um, de EU heeft gezegd van, dat de lidstaten uh, hierop moeten handhaven vanaf 28 juli uh, 2025, dus dat is volgend jaar. Um, en dan wordt er dus daadwerkelijk naar partijen gekeken om te kijken of ze toegankelijk zijn. Nou, is de vraag van uh, leuk en aardig. Hè? We, we hebben een overheid uh, die je aan moet voldoen, en we hebben dan straks een aantal organisaties die moeten doen. Maar wie gaat dit checken, zeg maar? Wie gaat het controleren of uh, deze bedrijven ook toegankelijk zijn? En hoe doe je dat? Um, wat wel geinig is, en dat, 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 toen ik dit voor het eerst uh, allemaal las en, en, en bekend mee was, is dus eigenlijk mag iedereen een audit uitvoeren. Gewoon jij en ik mogen gewoon een audit uh, doen. We mogen gewoon uh, een testje uitvoeren. Testje, tussen haakjes. Het uh, kost wel wat even tijd. Je zelf niet uh, uitschrijven. <laughs> nou, dat niet. Maar je mag wel een audit uh, uitvoeren. En... Um, daar mag je een rapportage van maken en die mag je uh, indienen bijvoorbeeld in die uh, we hadden het net over digi-toegankelijk die heeft dus een dashboard gemaakt en daar mag je zo'n rapportage invoeren maar dat mag niet zomaar Er hangen wel wat regeltjes wat spelregels aan vast uh, wat ze namelijk uh, hebben aangegeven is er is een uh, EM methode dat is een rapportagemethode en dat beschrijft eigenlijk van hey je moet bijvoorbeeld uh, een aantal pagina's pakken ja. Uh, allemaal verschillende soorten pagina's die je wilt, wilt testen. Dus het is niet zo van, nou, ik heb een website gemaakt. Ik ga alleen de homepage testen en dan uh, nou, ben ik klaar. Nee, het is, het is een grotere set die je moet testen. En uh, je moet alle 50 punten uit de weekacht testen. En die moeten daar allemaal, vink, 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 vink. Die moeten er allemaal voor doen. En je moet er bijvoorbeeld van aangeven van, hé, hey, als je wel wat gevonden hebt, wat heb je dan gevonden? En waarom is dat dan fout? En nou, wanneer enzovoort. Ga je oplossen? En wanneer ga je het oplossen? Dus dat is best wel... Ja, uitgebreid uh, kost ook wel even wat tijd om zo'n zo audit te doen. Um, en, maar dit, uh, deze audit die doe je omdat je zelf wil slagen, of ga je deze ja. doen bij je concurrenten om hun uh, een boete aan te naaien? <laughs> <laughs> nou ja, dat denk ik niet. Ik weet trouwens niet, want ik, heb het net, uh, ik zei net over digitoegankelijk. toegankelijk dat is natuurlijk het dashboard voor overheid-websites. Uh, ik weet niet, dat is, dat is volgens mij ook nog niet helemaal bekend waar je dit moet indienen voor commerciële bedrijven. Of dat uh, uh, je dit helemaal niet ergens kunt indienen. Uh, want, dat is nog even een, een dieper uh, slag. Die, die, die audits die je inlevert, die worden ook gecontroleerd. Steeds proefgewijs. Want het is natuurlijk niet zo dat ja, leuk dat iedereen een audit kan doen. Maar dat moet natuurlijk wel aan een bepaalde voorwaarden voldoen, die ik net zei. En dat moet gecontroleerd worden af en toe. En bij de overheid doet de organisatie Logius dat. Logius is onder andere ook de, de maker van DigiD. En zij zijn verantwoordelijk gesteld om dus de audits te bekijken, om te kijken of van hé hey, is dit wel netjes gedaan, heb je inderdaad alle eisen bij langs geweest, is er een groot genoeg set uh, gecontroleerd, Etcetera. Um, Logius gaat dat niet doen voor straks voor die, al die, die commerciële partijen, hè? Dus, dus die uh, IEE-partijen. Uh, uh, um, guidelines, die gaan mm -hmm. dat niet doen. Daar hebben ze eigenlijk van gezegd: dat gaat de ACM doen. Dus de ACM is straks verantwoordelijk om te checken of die commerciële partijen toegankelijk zijn. Maar er zitten daar tien mensen op kantoor die denken: nou, wat zullen ze nou eens gaan doen? Uh, <laughs> eens even kijken: robotstofzuiger. Nou, tien, tien webshops erbij. Laten we vandaag eens wat testen gaan uitvoeren op deze shops. Nou, ja, nee, gefaald. Uh, nou, eens even kijken. Hm, wat zal hun omzet zijn? Even kijken in te, uh, bij het KVK. <laughs> ja, 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 de, de ja op... nou oké. Okay. Even de boete. Ja, dus de, ik, dat, is, dat is inderdaad wel een goede vraag. Van, hey, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? En, en wat, wat iedereen een beetje aangeeft is. Het, het gaat een beetje lijken op de GDPR natuurlijk. Dus de, hè, die, die, die wetgeving die we hadden rondom cookie, uh, de cookiewet. Um, wat je daar ziet is. Uh, over het algemeen worden eerst de grote partijen gecontroleerd en aangepakt. Die krijgen de fixe boetes ook, want ja, die maken al eenmaal heel veel omzet. Dus een Apple, een Facebook, een Microsoft, die gaan de grote klappen krijgen als ze niet voldoen aan die wetgeving. Die krijgen dus ook een boete van uh, maximaal 4% uh, van hun uh, wereldwijde jaaromzet. Dus dat is fors. Uh, en wat ze daarmee eigenlijk willen bereiken, want je kunt natuurlijk niet elke bakker om de hoek straks gaan controleren of ze wel toegankelijk zijn, is dat, dat iedereen daarvan schrikt van oh, oké, okay, ik moet wel aan de bak, want anders heb ik straks ook een boete. Maar ja, iedereen om, controleren om, gaat het niet worden. Of even in te haken, je hebt dus volgend jaar juli, gaat dus die, die European Accessibility Act in, ja. um, wat inhoudt dat alle websites die dus ja, um, nodig zijn voor het dagelijks leven, toegankelijk moeten zijn. Nou is er wel een uitzondering: uh, dat als je een bedrijf hebt met minder dan 10 medewerkers of minder met. dan 2 miljoen omzet per jaar, dan. Uh, hoef je daar niet aan te voldoen. Dus de breiwinkel en de bakker, tenzij je <laughs> een hele goede bakker hebt. Hele goede bakker. <laughs> dan uh, moet je er wel afdoen. Maar die, die vallen af. Maar ja. als jij, nou, weet ik veel, een, een medium-sized cool webshopje runt. Of een cool Blue Band, de mediamarkt, een Hema, weet ik veel, you name it. Ja. Uh, die, moeten, uh, die, moeten dat, die moeten dat dus allemaal wel, uh, wel inderdaad aan voldoen. Er zitten zit dus ook nog weer wat haken en ogen aan van. Um, het gaat om nieuwe producten die worden gelanceerd. Ja. Wat zijn ja. nieuwe producten? Um, nou, volgens de regels, de, de, een van de accessibility partijen... die heeft een Q&A online geplaatst. Zij zeggen, als je de regels erop naleest... dan zou je inhouden dat alle software updates of changes... aan een pagina worden gezien als een vernieuwing... Dus het houdt niet in dat de hele website toegankelijk is. Maar als jij een pagina zou updaten op je website, dan zou dat als nieuwe content zou, worden gezien. En dan zou die ja. pagina wel uh, toegankelijk moeten zijn. Maar ja, dat is een beetje lastig als je hele menubalk ja. niet toegankelijk is. En dan, dus <laughs> er zijn nog wat haken en ogen en vragen hoe dat dan. Ja, ik heb uh, ook al gezien dat, dat sommige um, um, lidstaten. Die, die gaan een soort van. Uh, ja, noem ze dat? Een soort, soort cooldown periode. Of een soort van warm-up periode. Waarin ze. Uh, gezegd worden van hé, hey, je website is niet toegankelijk, maar je moet dit nu binnen via fixen, anders krijg je alsnog die boete. En, en de, dat verschilt nog wel een beetje volgens mij per lidstaat hoe, hoe dat opgelost wordt. Ik weet niet wat Nederland gaat doen, ik, ik kan daar niks over vinden. Ik zag al wel, um, want ik, ik was een beetje uh, aan het zoeken naar um, uh, European Accessibility Act en dan fines of zo, weet je yeah. wel. Uh, en ik zag al wel dat in Nederland zijn de banken, die zijn hier al druk mee bezig. Er is al een, ik kwam een presentatie tegen, zeg maar van: oh fuck, we moeten aan de ja. bak, want anders krijgen uh, we de boetes straks. Ja, precies. Dat, dat is, dan is al gaaf. wie ze de boetes gaan uitschrijven? Ja, ja zeker, zeker. Dus in Nederland, de, de grote partijen, de, wat Nell zei, de, zeiden, de, de cool Blues, de Mediamarkt, de Hema's, maar ook de banken, de ING, de ABN's, de RABO's, die, die, gaan, die moeten echt wel aan de bak de, met dit. Als ze dat al niet, als ze dat al niet al voldoen, hè, dat, 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 dat weet ik natuurlijk niet. Dus, um, ja, dus dat um, is wel interessant. Um, en, en wat ik nou zei, uh, wie mag dan een audit doen? Uh, mag elke Pietje Henkie, mag dat? Ja, de, en, en hoef ik dan geen certificaat te hebben of zo? Nou ja, in principe niet. In principe hoef je geen, uh, geen certificaat te hebben. Uh, je mag een audit doen. Um, maar dat moet je wel aan die regels voldoen. En, en om de, aan die regels te voldoen, ja, moet je natuurlijk wel de weekacht bijvoorbeeld goed kennen. Uh, die ja. 50 eisen goed kennen en ook hoe je ze toepast, zeg maar. Anders kun je ze niet, niet testen. Nee, het is uh, niet een zijn... uh, geautomatiseerde checklist, zeg maar. Er zijn een aantal nee. dingen die je programmatisch kunt controleren en er zijn een aantal dingen die je met de hand moet checken, omdat ze programmatisch wellicht goed staan, maar niet ja. daadwerkelijk toegankelijk zijn of uh, op de juiste manier geïmplementeerd zijn. Dus het, uh, je moet wel weten wat je doet, inderdaad. Ja, zeker. Dus het is, het is ook niet uh, per se heel easy. En, en wat er ook nog zo is, um, het, het kan ook best wel groot worden, zeg maar. Hè? Want, want test je bijvoorbeeld alleen maar uh, de. Je, je bent met een partij bezig, ik noem maar wat. Uh, uh, bij, bij ING test je dan alleen maar de website? Nee, je moet ook de app testen. Je moet ook interne applicaties testen waar mensen mee bezig zijn. En uh, de, de set wordt best wel snel groot, zeg maar, die je moet testen. Uh, dus de, die audits, die kunnen ja, pittig worden, zeg maar, om, om het allemaal uh, om het te doen. Um, nog even terugkomen op die certificering. Uh, uh, er is een partij, een internationale partij. Uh, die wel certificering heeft ontwikkeld. Ze zijn dus niet verplicht om ze te doen. Maar er zijn in enkele gaten en hoeken uh, in de wereld waar dit wel gevraagd wordt, omdat ja, de, de, het is een pittige cursus die, om, om die certificering te halen. En nou, daar heb je wel een, een, een stapje voor mee, denk ik. Uh, die partij die heet uh, de IAAP. Of de International Association of Accessibility Professionals. Helemaal vol. En die heeft een, een behoorlijke set aan. Een stuk of zes, volgens mij, certificeringen ontwikkeld. En allerlei op verschillende, verschillende vlakken. Dus één gaat meer op het, op het digitale in, bijvoorbeeld. Hè? Hoe, hoe maak je uh, het web accessible? Uh, maar ik zag dat ze ook een certificering hadden, bijvoorbeeld. Ook met, over content. Bijvoorbeeld specifiek voor PDFs. Want dat is bijna een. een een wereld op zich. Ja. Um, ik zag meer ook accessibility in het algemeen. Dus dus dat zou misschien wel gaan over offline in in gebouwen en hoe ga je daarmee om en en nou een beetje hoog over. Dus ze hebben allerlei type gebieden, certificeringen. Um, en en nou wij hebben daar met z'n twee al eens een keer al een beetje naar gekeken. Dat dat zijn pittige. Het is wel uh, ja ook uh, om het certificaat te halen. Te halen. Moet ja. je al. Jaren ervaring hebben en weet ik het allemaal. Maar ook om hem te behouden moet je nou haast een fulltime baan uh, aan, aan het ja, ondersteunen van organisaties. Geven van presentaties, het meehelpen aan, uh, het schrijven van specs. Al dat soort dingen kun je punten mee verdienen. Uh, en je moet x aantal punten halen om je certificaat ja. te, te vernieuwen. Iedere zoveel jaar, twee jaar, drie jaar. Ja. Dus dat is nog wel, dat is nog wel een, een vak apart, zeg maar. Dat uh, ja. moet je wel... Um, Echt heel dedicated, alleen ik, ik, daarop ik, voor ik, de focussen. Ja, ik, ik denk dat het heel erg interessant kan zijn... als je een soort van accessibility expert wil worden... en ook op die manier ingehuurd wil worden. En zeker? dat je alleen maar fulltime dit doet. Ja, dan, dan zou ik dit zeker uh, naar kijken. Ik denk dat het anders, als je dit even... Voor de bij is het, uh, denk ik, te pittig, uh, zou ik zeggen. Maar wel ja. interessant om naar te kijken. Ik zal hem ook even in de, in de show notes zetten. Ja, ja. Um, en Onda. jij stipte net al even aan... Uh, het testen van. Het testen van, ja, ik, toevallig. Nou ja, niet geheel toevallig, maar ook wel weer wel toevallig. <laughs> want uh, ik vind het reuze interessant. Dus ik uh, de IAAP-certificering was mij iets te gortig. Dus ik dacht, wat kan ik dan wel voor certificering halen of uh, cursussen doen? De W3, dat is de, 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 het World Wide Web Consortium, W3C. De schrijvers van de WCAG. Oftewel die guidelines waar we het net over hebben gehad. Waar je website en app aan moet voldoen. Die hebben een gratis. Ja, ja, gratis. Een gratis uh, Accessibility Foundations course. Um, ik zal de link in de description zetten. Uh, het is een, uh, een, een online uh, learning, zeg maar. Um, het bestaat uit... Vijf onderdelen met daaronder uh, verschillende hoofdstukken. Het gaat in op echt de basis van toegankelijkheid. Um, en niet het zozeer het technische stuk, maar meer waar we het net over hebben gehad. Wat is toegankelijkheid? Ja. Aan wat voor mensen moet je dan denken? Er zitten video's in van um, blinde mensen. Uh, videos van mensen die met, met zo'n rietje hun toetsenbord bedienen. Er zitten mensen ja. in. Er zijn wel allemaal experts, die, die mensen waar ik het net over had, die um, doen ook de. Die begeleiden je ook gewijs door die course heen, zeg maar. En die werken ook bij het W3 aan die specs ja. en dat soort dingen. Dus dat is reuze interessant. Um, maar, maar die onderdelen gaan in op ja, de basis van toegankelijkheid, um, waar je aan moet denken, wie je ermee helpt. Um, nou, allemaal van dat soort dingen. Uh, dus die is gratis. Je kunt uh, uiteindelijk als je dan uh, krijgt, je krijgt ook vragen tussendoor. Uh, en aan het einde van ieder hoofdstuk krijg je ook graded vragen, oftewel uh, vragen die meetellen voor een eindscore. Niet heel spannend, maar um, ondanks dat ik dacht dat ik er best wel veel van wist, uh, zijn er toch best wel wat, nou ja, wat algemene kennis en dingen. Van oh ja, tuurlijk, dat, is, dat zijn ook mm. mensen die je uh, daarmee helpt als je dat op die of zus manier uh, oplost. Uh, dus zeker een aanrader waard. Uh, ik denk dat ik er in totaal een, wat zal het zijn, 15 uur mee bezig ben geweest of zo. Uh, je kunt het gewoon in losse onderdelen doen wanneer je er tijd voor hebt. Het zijn voornamelijk video's waar je naar kijkt, uh, stukjes tekst die je leest en dan moet je wat vragen uh, beantwoorden. Ja, dus direct. dat is zeker een aanrader. Um, om dan nog één klein technische uh, verdieping te doen op het verhaal wat we net, uh, wat we net hebben verteld, is. De toegankelijkheid, waaruit uitzicht dat dan in, nou ja, in de basis? Dus als je een, een easy check zou willen doen op een website, of yeah. uh, je moet zelf een website maken, en je denkt: Goh, ik heb daar helemaal geen verstand van, waar moet je dan eigenlijk op letten? Nou, uh, het beginnen, de, de basis is eigenlijk uh, het vierde onderdeel van de week, robuust. Oftewel, je HTML moet semantisch gewoon correct zijn. Uh, dus je moet niet alleen maar diffs gebruiken om je hele website te stylen. Je moet de juiste landmarks, zoals die dingen heten. Uh, dus de HTML 5 elementen. Dus je hebt een main, je hebt een header, je hebt een footer, je hebt sites, je hebt articles, ja. je hebt uh, allemaal van dat soort elementen. Die moet je uh, gebruiken op de juiste plekken. Uh, dat zorgt er namelijk voor dat jouw website goed gestructureerd is. Je moet het eigenlijk zien als een soort boek. Uh, met een met een ja met hoofdstukindeling zeg maar uh, als je websites opgraven dan... ja, ja ja als je inhoudsopgaven um... Als je de styling namelijk uitzet, en je zou dat is eigenlijk wat een screenreader doet, die leest gewoon de, de, de broncode van je website door. En als je daar de juiste landmarks, de juiste html elementen in hebt gebruikt, dan, dan komen die naar voren in een soort overzicht voor nou, mensen met een screenreader of wat voor ander programma dan ook. Kunnen ze makkelijk naar de juiste content springen. Uh, een ander en dan een volledig willekeurige volgorde. Uh, Al teksten bij afbeeldingen is uh, belangrijk. Uh, niet alleen voor uh, screenreaders. Een alt text, een alternatieve tekst bij een afbeelding. Uh, is handig. Want op het moment dat de afbeelding het niet doet, dan krijgt iedereen die tekst te zien. Dus dan weet je ook wat daar voor plaatje zou moeten staan, mocht dat uh, ja. belangrijk zijn. Uh, voor SEO is het handig, want Google heeft een beter beeld van wat er op die pagina uh, zich afspeelt en wat er in die afbeelding te zien is. Nee, het heeft geen zin om hem vol te proppen met uh, seo tags want dat snapt Google ook wel dat dat geen uh, lopende zin is. Um, <laughs> en voor mensen met een screenreader is het handig, want die krijgen context bij tekst die wordt voorgelezen op de pagina. Ja. Um, dus dan weet je wat voor plaatje daar uh, hoort te staan. Ook al is het een plaatje van twee mensen die elkaar high-five of iets dergelijks, dat geeft toch een bepaald sfeer aan een artikel die je, nou ja, als je het kunt zien, uh, toch iets bijdraagt. Uh, en dat is ook fijn als je hem uh, voorgelezen krijgt. Uh, tweede, niet heel onbelangrijk, eigenlijk best wel simpel, de page title. Dat is de titel van de pagina die boven je adresbalk komt te staan. Uh, die moet je goed updaten. Uh, dus als jij een webshop hebt met uh, vijf stappen in je winkelwagen, dan moet je niet uh, al die vijf stappen afrekenen noemen, want dan heb je boven je adresbalk alleen maar afrekenen staan. Dan weet je niet op welke stap je bent. Uh, mocht je meerdere tabs open hebben staan, dat soort dingen. Dus dat is, ja. uh, dat is, dat is handig. Um, nou, terug naar dat stukje structuur met die landmarks waar we het net over hadden. Dan heb je headings. Um, je moet gewoon de juiste heading elementen gebruiken om je pagina te structureren. Een website heeft één heading 1 op een pagina. Met meerdere heading 2's en daaronder wellicht heading 3's. En als het heel gek gaat, heading 4's. 5 en 6 heb ik zelf nog nooit gebruikt. Um, want dan moet je de content wel heel erg diep um, nesten. Je moet er dus voorkomen dat je content. Uh, bold en uh, groot gaat maken en dan daarvoor headings gaat gebruiken, want dat is wat je vaak ziet, vooral in CMS'en. Van oh, ik wil hier even een, een dikke grotere ja, titel een boven kopje. ja, een kopje. Een kopje, <laughs> Ja, uh, mikte maar uh, een heading style op. Oh, doe maar. oh heading 4 is wel mooi wat ik zoek, uh, terwijl die volgorde niet klopt. Ook ja. hier geldt een screenreader en andere toegankelijke en ook Google. Die strippen jouw website van alle styling en wat er dan overblijft is gewoon een witte pagina met zwarte tekst en er zitten titels tussen. Nou, een screenreader maakt daarvan een soort inhoudsopgave, net, net als voor in een boek. Uh, dus dat is eigenlijk waar je aan moet denken als je je pagina opbouwt. Van goh, is het een logische volgorde? Dit is de titel van het hoofdstuk. Wat zijn dan de grote onderdelen daaronder? En wat zijn nog weer subonderdelen onder die onderdelen? Dan kun je makkelijk uh, naar het juiste onderdeel toe springen. Ja, wat ik daar dan van een goeie. om mensen meer nog een beetje in beeld te geven. in Word werkt het net zo bijvoorbeeld. Hè? Dus als jij uh, Kop 1 gebruikt, zeg maar. dan weet je, oh, dit, dit is een hoofdstuk. en de hoofdtitel van een pagina, zeg maar. En als jij een inhoudsopgave maakt in Word. dan update die ook allemaal, zeg, die, die, die titel zet die. En als je daaronder in Kop 2, Kop 3, dat werkt exact hetzelfde, zeg maar. En dat is hoe die screenreaders dus ook inderdaad zo'n inhoudsopgave eigenlijk bij elkaar rapen met ja. al die verschillende heading levels. Ja, als je bijvoorbeeld denkt aan een contactpagina, dan zou de, de heading 1 is contact. Ja. En de heading 2 zou kunnen zijn uh, uh, weet ik veel, over ons. Uh, locatie, uh, contact. Uh, nou, dat soort dingen. En daaronder zou je bijvoorbeeld nog routebeschrijving... onder, onder iets kunnen zetten als heading 3 van een ja. heading 2. Ja. Uh, dus headings is belangrijk. Uh, contrast is iets wat, uh, wat vaak wordt gemist. Uh, ook eigenlijk heel, heel, ja, heel basic. Je moet geen, wit, geen gele tekst gebruiken op een witte achtergrond... of uh, gele knoppen met uh, witte tekst. Uh, want dat is niet, uh, contrasteert niet. Oranje trouwens net zo. Nou, zo zijn er genoeg combinaties te verzinnen... Uh, Contrast. Moet je opletten. Heb je genoeg toeltjes voor uh, in je browser of op Windows of op je Mac die je kunt, uh, kunt gebruiken. Of in je designprogramma in Figma om contrasten en yep. controles te doen. Zeker. Uh, een skip link toevoegen is ook een, uh, een, een belangrijke en ook een vereiste van de WCAG. Uh, op het moment dat jij je website bedient met je toetsenbord en je drukt op tab... Dan uh, nou zul je, als het goed gestyled is, zul je zien waar je focus op de website is. Dus je kunt goed zien. Nou, als je op enter zou drukken, wat je op dat moment gaat activeren. Um. Het is alleen heel erg vervelend... als jij met je toetsenbord uh, 40 keer op tab moet drukken... omdat je door het hele hoofdmenu heen moet. Ja. En daarna moet je door nog een submenu heen. En dan pas kom je daadwerkelijk bij de knop op de pagina... om iets te kunnen doen. Nou, daarvoor hebben ze een skip link uitgevonden. Dat is een, een letterlijk gewoon een button. Die zet je als eerste element in jouw HTML. Dus body open je en dan zet je er een button in. En wat die button doet, is daarmee link jij naar een ID... van je pagina, gewoon een oldschool HTML anchor... Uh, wat inhoudt dat als iemand dus begint met tabben op de website... er eerst een knop in beeld verschijnt, vaak bovenin... met hey, skip naar de main content. En dat kun je zo gek maken als je wil. Je kunt ook uh, als je meerdere belangrijke onderdelen op je pagina hebt... naar verschillende onderdelen direct tabben. Nou, als mensen dat te horen krijgen of ze lezen dat... en ze drukken op enter, dan springt de focus direct naar het juiste onderdeel... en dan hoef je niet telkens door het hele menubalk uh, heen te tabben. En als je dus super simpel dit wil doen... Uh, we hadden net al, ja, jij zei net al, je zet hem boven in de HTML. Nou, heel hoogstwaarschijnlijk heb je dan een, een herder element waar je navigatie in zit. En dan heb je je main. Ja. Dus je zou op je main een ID kunnen zetten. Main. En je gaat eigenlijk direct naar de inhoud. Did ja, precies. En dan slij een heel onderdeel en over. over. Ja. Um, nou, nee, wat ik net zei, focus styling moet duidelijk zijn. Die moet gewoon, als je op tab drukt, goed duidelijk hebben um, waar je focus op dat moment is. En de laatste twee uh, zijn caption. En dus niet outline non. Geen outline, dan. Nee, dat, is, uh, dat mag niet. Dat is uh, uit den boze. Uh, dat uh, moet je niet doen. Captions bij video's zijn belangrijk. Uh, ondertitels bij video's, dus. Uh, heeft ook iedereen baat bij. Vast wel eens een keer in de trein gezeten dat je geen oortjes bij je had. Toch die video wilde kijken. Dan is het reuze fijn als er ondertiteling bij zit. Of je wil een video afspelen waar je geen geluid kunt afspelen. Of je verstaat de taal, de taal überhaupt niet. Stel je kijkt uh, RTV Friesland en je wilt toch graag de ondertiteling erbij hebben. Nou, ja. superhandig. En de laatste is uh, formulieren. Of de formulieren goed gekoppeld zijn. Dus als je formuliervelden hebt, dan hebben die een label. Die staat er vaak boven of daarnaast. Uh, voornaam, achternaam, et cetera. Uh, die moeten aan elkaar gekoppeld zijn. Als die niet aan elkaar gekoppeld zijn, met HTML4-attributen. Uh, dan, um, ja, dan heeft een screenreader en ook Google en iedereen die weet niet ja. dat dat veld wat erboven staat. We zien visueel heel mooi dat er een veld boven staat. Waarin staat achternaam. Maar als ze programmatisch niet aan elkaar gekoppeld zijn. dan wordt het volgelezen als veld. En dan heb jij ja. geen idee welk veld je aan het invullen bent. Dus dat zijn eigenlijk de, de, de basis. Wat zal het zijn? 10 onderdelen van de weekdag um, ja. Waar je nou eigenlijk uh, op moet letten als je of een check wil gaan doen. Of, uh, een website aan het maken bent. Ja, en nice. dat uh, vertaalt zich dan nog weer in uh, veel dieper gelegen technischere uh, onderdelen. Maar die kun je zeker vinden in de Weekag. Nou, volgens ja, mij dus het... het dan wel. Uh... Ja, ik heb het wel gecoverd volgens mij. Dus dat is een beetje uh, de Weekag, waarom, uh, hoe, wie, wanneer, welke wetgeving en, uh, en hoe test je het? Dus, ehm, uh, interesting. Inderdaad. Uh, dan gaan we door naar een voeter. Want uh, wij lopen alweer mooi in de tijd. Zeker. Jij hebt een uh, plugin. Ja, ik heb een. Uh, ja, compleet nutteloze plugin, maar erg leuk. <laughs> uh, het heet de uh, Button Stealer. En het is een plugin die je in, in Chrome of in, in Arc kunt installeren. Uh, misschien ook wel in Edge trouwens. Nee, Edge gebruikt niet de. de... Nee, die gebruikt niet de Chrome. Uh, Jawel, volgens uh, mij gebruikt hij de Chrome Store. Store. Volgens mij wel. wel. Dacht ik wel. Oh, nou, dat dan zou, dan zou je daar ook. Op... Nee, Firefox in ieder geval niet. Maar in ieder geval, uh, um, daar is hij in te vinden. Uh, wat deze plugin doet, super stupid. Maar je hebt op alle websites, heb je uh, call to knoppen. En uh, deze plugin verzamelt alle knoppen op alle websites waar jij uh, ooit geweest bent. Dit slaat hij trouwens op in local storage. Gaat niet naar uh, het internet of zo. Het is niet in de cloud, whatever. En uh, je, verder, negeer je gewoon verder, dat ding. En uh, gelang de weg, de tijd, uh, verzamelt hij steeds meer knopjes. En dat zet hij in een één e verzamelbak. En dan zie je alle buttons die je ooit verzameld hebt. En wat ik dan wel weer grappig vind, is uh, herken ik nog welke websites dat zijn. Uh, en hoe uniek zijn die knoppen? Het makes no sense, maar ik vind het wel heel leuk. <laughs> nice. Dus ik, ik draai hem nu een week, denk ik. En ik heb al een stuk of twintig verschillende knoppen of zo. En van sommige herken ik ze wel. Uh, dan weet ik eigenlijk wel van wat je zei. Dat zijn ook een paar websites die ik dan uiteraard waar ik nu mee bezig ben. Maar ook van sommige, uh, uh, Coolblue bijvoorbeeld, die valt wel erg op met hun oranje. En uh, nice. uh, nu.nl volgens mij was er ook wel eentje die opviel. Dus dat was wel geinig. Dat is gewoon een collectie aan knoppen. Ja, that, ja, that's it. Dat is alles wat het doet. Nice. Oké. Okay. <laughs> Um, ja, niet in Firefox helaas, maar uh, nee, wel in Chrome nee. en Arc. Uh, ik heb op Footer twee dingen. De eerste ook een plugin, laten we daarmee beginnen. Het heet Kipa K-E-E-P-A. -E -E Het is een Amazon price tracker. Uh, toevallig was ik op zoek naar Amazon, naar iets. Um, en dan wil je weten, goh, wat is, want Amazon die heeft de prijs veranderd per kwartier of zo wat. Um, ja. En je hebt de tweakers price watch, maar... Ja, dat weet je niet, de prijs van Amazon specifiek. Uh, dit ding, die inject gewoon... Uh, nee, die houdt de prijzen bij van Amazon... en hij inject een grafiekje uh, als je naar een product toe gaat... en dan kun je gewoon precies zien in de tijd... wat de pri initiële prijs was, wat de salesprijzen zijn geweest... wat de tweedehandsprijzen zijn geweest... de warehouse deals, al dat soort dingen. Dus dan weet je ook gelijk als je iets gaat kopen van... oh, wacht even, hij was vorige week was hij of goedkoper... of hij is nu weer super duur, of... Ja, uh, ja, ja. Moet ja, toch ja, even ja. wachten. Vond ik wel interessant keep out. Oh, nice. uh, en het tweede is een YouTube kanaal. Uh, volgens mij heb ik deze ooit ook al eens een keer eerder uh, benoemd. Maar mocht je Game of Thrones of nu House of the Dragon uh, <laughs> kijken... of als je dit luistert, dan heb je het waarschijnlijk al gezien. Maar Alt Shift X, dat is een dude op uh, YouTube... en die maakt elke week een video als een soort recap van de aflevering... Die man is op een ander level, zeg maar, dan ons. Uh, <laughs> ja. Die, die ja. heeft zo ziek veel details over zo'n aflevering. Ik zeg zo'n aflevering, ik vind het kijf allemaal prachtig, weet je. En hij ziet allemaal dingen op de achtergrond, en, en, en in boeken ja. en in, in shots. En dan zegt hij van ja, dat komt overeen met aflevering drie van House of, of Game of Thrones. En ik, denk, Jezus, dude, dat is al acht jaar geleden. En dan heeft hij zo'n shot erbij. Ja, dat klopt inderdaad precies. En dan in het boek vlogen ze naar links. En hier vliegen ze naar rechts. En daar staat een boom. En dat is die boom die je dan <laughs> daar ook ziet. Nou, echt. Jezus, oké, okay, hoe verzin je het? Maar uh, dat is wel... Ik heb, wel... Het, ik, ja, ik heb het toen gebruikt voor, uh, voor Westworld. Die had oh, ook allemaal ja. referenties, weet je. En de tijdlijnen waren helemaal fucked up. Ja. En, en zijn episodes maken daar weer gewoon een soort van logische brei van. Maar het is echt gewoon knap wat hij aan detail allemaal vindt. Ik snap niet hoe... Nee, nou hij heeft een hele community schijnbaar die hem helpt. Met, maar dan nog okay. is het uh, wel zo van ja, ze zegt hier dit. En in het boek zegt ze inderdaad ook dat. En dan betekent yeah. dat ze zo, nou wauw. Dat is wel uh, dat, als je Insane. inderdaad een beetje confused bent, soms, naar uh, Game of Thrones of House of Dragon of Westworld. Dan uh, <laughs> is Alt yeah. Shift X is, uh, zeker een aanrader. Nice. En dan uh, houden wij het hier maar bij voor deze aflevering. Ja, uh, mocht je goed. deze aflevering nou ergens luisteren, dan kun je vast daar ook uh, abonneren um, op Apple Music, Spotify, iedere andere app. Duimpje omhoog, like, favorite. Dan um, nou, breidt onze reach um, zich langzaam uit. Ja. En dan krijgen wij meer luisteraars. Mocht je een keer mee willen praten, zoals een van de vele eerdere gasten, dan kan dat ook. Stuur ons even een berichtje op Telegram in het Pixel Paranoia. Kanaal of ga naar de website en stuur ons even een mailtje. Dan uh, gaan we dat organiseren. En dan zeg ik voor nu tot de volgende, wat misschien volgend seizoen is, of niet. Hoe knows? Niet? Ja, kijk nou. aan. Uh, doei. Doei.